Jullie allemaal. Als ik kijk naar Rotterdam, ongeveer de helft komt uit heel de wereld vandaan. Als we hier naar onszelf kijken, dan is dat vrij slecht vertegenwoordigd. Laten we het zo zeggen, dat is geen kritiek, maar is gewoon een feit. Dus hoe kunnen we het draagvlak, want ik werk als vrijwilliger in het Spaanstalige circuit. Hoe kunnen we het probleem armoede, wat zeker in al die andere culturen ook bestaat, hoe kunnen we dat verder brengen, hè, dat dat niet binnen het eigen circuit blijft, maar dat dat een maatschappelijk probleem wordt. En dat die mensen zich ook betrokken voelen bij deze problematiek. Dat is mijn vraag. Goeie vraag. Dat is een aloude vraag binnen de armoedebeweging. Ik denk dat het een hele terechte vraag is. Dat viel mij eerlijk gezegd ook op. Ik denk dat ik een van de weinige jongeren hier ben. Dat is natuurlijk, zo snij je eigenlijk een wat algemener thema van diversiteit aan. En even alleen op dat thema, niet in combinatie met armoedebestrijding, pleit ik ervoor om dat altijd te verkondigen waar je ook bent. En wat voor een samenstelling waar je ook werkt en ook privé en onder vrienden. Blijf het gewoon altijd benoemen en blijf erover praten. En dan zul je zien dat mensen ook vanzelf naar je toe komen. Dat is eigenlijk mijn reactie hierop. Mag ik ook een reactie geven hierop? Zo'n 6 jaar geleden, dat weet Marco van der Rijn nog steeds, hadden wij het over een expertisecentrum armoede, maar ook over Armoede TV. En dat Armoede TV via Rijnmond had best een fantastisch programma kunnen worden. Helaas, met een nieuw college waren er ook plots nieuwe subsidievoorwaarden. En toen ging het gewoon niet door. Als we dat toen hadden gehad, in die 4 jaar, dan, die nu voorbij zijn, en wat ik gewoon gemiste jaren vind, dan hadden we heel wat kunnen doen om de Rotterdamse bevolking te organiseren om achter het probleem te gaan staan en het met elkaar beginnen op te lossen. Want ik had van de organisatie waren toch 2 vragen nodig, dat er ruimte was. Eentje is er al benut. Aan jouw kant zag ik nog vingers. Kun je er eentje ophalen? Aan jou de ondankbare taak. Chris Noorn ben ik. Ik zou willen pleiten voor een aanpak met ROSA, de armoedeplatforms, met Centrum voor Dienstverlening en alle andere partijen in Rotterdam. Ik zit donderdag op een prachtige sessie van de hogeschool waarin we praten als Rotterdam Academy over wat is de toekomst van iemand in de admin, wat is de toekomst van iemand in de bankwereld, wat is de toekomst van iemand die ambtenaar is. En als we daar nou eens van naar sessies van gaan maken, wat zou je kunnen als bankman? Want al die bankmensen worden er één voor één op non-actief gezet en eruit geflikkerd. In de zorg geldt dat ook. Dan zijn we dus met kansen bezig en dan zouden we dus in alle huizen van de wijk van Rotterdam met dit soort kanssessies mensen kunnen ontwikkelen om hiervan na te gaan. En ik vind die sessie van donderdag een mooie kans, want er zitten al die scholen bij en de gemeente. Maar als je dus gaat ontdekken van jezelf wat je kunt. Ik spreek 100 mensen die 100 keer gesolliciteerd hebben en nog steeds geen werk hebben. Die worden kapot gemaakt. Dat zijn dus afvalproducten, zoals het in de Pauluskerk 2 jaar geleden werd gezegd. Maar als we dus dit soort dingen gaan doen, zijn we met positieve kansen bezig. Ik zou graag willen vragen aan bijvoorbeeld Ellen of we dit niet maandelijks in zo'n armoedeplatform kunnen gaan organiseren. Met verschillende soorten basisfuncties, basisberoepen. Zodat we in Rotterdam ook gaan kijken naar de toekomst. Aad van Nestouwen, Rotterdirecteur, zei al, wat zijn onze future jobs? Daar gaat het om. Wat kunnen we straks? Ik ga er gelijk voor. Echt, ik ga er gelijk voor. We hebben het over de participatiesamenleving. We hebben in de Rotterdamse Raad ook onze mond steeds vol over. Ik wil direct het voorstel gaan maken en kijken hoe we dat kunnen gaan organiseren. En dat gaat voor mij voor eigenlijk elk thema wat we maar willen. Armoede, schulden. We hebben de 29e met velen gelopen.
voor natuurlijk toch vrouwen tegen geweld. Nou, dan zie ik dus vandaag toevallig binnenkomen in de raad. Nou ja, dan ben ik alweer aan het typen, want ik word er helemaal kriegel van. Dan zie ik weer, we gaan een rekenkamerrapport vragen met informatie. Stop ermee, huppakee. Allemaal met die samenleving, met organisaties, met al die partijen. Laten we nou gewoon samen gaan zitten en kijken van, joh, ik heb die onderzoeken niet nodig. We weten dat er problemen er zijn. Welke problemen zijn er? Hoe krijgen we nou met gedragen oplossingen, gedragen inzichten en gedragen kansen om dat in te gaan zetten? Ik ga er gelijk voor. Dus wat dat betreft, en ik denk nu we 10 wethouders hebben, laten we dat dan ook maar eens een keertje zeggen. We hebben 10 wethouders, zoveel werk hebben ze niet. We hebben een wethouder armoede. Huppakee, leggen we het gelijk bij hem neer. Ga gewoon gastheer worden en zorg dat die platforms gaan functioneren. Dat is de participatiesamenleving. En ga ook eens een keer serieus terugkoppelen met wat komt er dan uit en wat kunnen we ermee. Ik ga er gelijk voor. Dus ik geef het aan en ik kom en we gaan het proberen op te zetten. Want ik denk dat het echt de toekomst wordt. Dat, Mag ik één oproepje aan jou dan meegeven? Want ik was een tijdje geleden op een van die hogescholen. En daar zie je eigenlijk de schuldenproblematiek super stijgen op dit moment. Het heeft te maken met dat je ook vanaf het mbo kan lenen. En dat daar best wel weinig controle zit. En dan gaan mensen stromen door. En er zijn hele grote groepen studenten op dit moment die in de schulden in de schoolbankjes zitten. Die ook dreigen uit te vallen. Ook daarin zien we het onderwerp van net ook als het over hoe gaan mensen daar nou ook vanuit verschillende culturen mee om. Een van de grote problemen is ook dat sommige cultuur, bijvoorbeeld de Turkse cultuur, heel erg in de familie aan het oplossen is. En we zien daardoor eigenlijk een soort van bijna domino effect ontstaan van hele grote problemen. En de weerspiegeling zit heel erg in die schoolbanken. Dus ik zou het fijn vinden als je dat meeneemt. In 2014 zegt 15.000 studenten en een studieschuld van 50.000 euro. Goed. Mag ik Alexander jou zo meteen vragen hoe jij het eigenlijk hebt ervaren? Dat vind ik wel leuk, een stukje. Maar ik heb altijd een allerlaatste vraag. Jij bent de voorzitter. Mijn vriend Paul Hosek, die mag die vraag stellen. Nou, dat is eigenlijk een slotvraag voor alle vier. Wordt armoede veroorzaakt? Kunt u de vraag herhalen? Wordt armoede veroorzaakt? Wordt armoede veroorzaakt? Ieder vanuit zijn eigen expertise. Geestelijke armoede? De vraag is of armoede wordt veroorzaakt. Nou, ik... Ik zeg door de schuldenindustrie, onder andere. Het wordt in ieder geval verergerd. De oorzaak is denk ik een veel dieperliggend probleem. Dat is onze kapitalistische maatschappij. Ja, dat is misschien een heel groot woord. Maar dat is denk ik wel de grote oorzaak van waarom wij hier allemaal zitten. We leven in een systeem waar we moeten inmiddels met 2 verdieners thuis een gezin rondkrijgen. De jongeren krijgen steeds meer schulden. We moeten inmiddels gaan lenen om überhaupt te kunnen gaan studeren. De belasting is net omhoog gegaan van 6% naar 9% op groente en fruit. Alle lasten gaan omhoog. En er is ondertussen ook nog even dus de schuldenindustrie die er geld aan verdient. Dus ik denk zeker dat het veroorzaakt wordt. Ja, zeker ja. Ja, het is buiten kijf dat het veroorzaakt wordt. Van oorsprong ben ik een duurzaamheidsdeskundige. En in de jaren 80 hadden we natuurlijk al de Club van Rome. En die stelde al heel duidelijk duurzaamheid. Daar zat armoede als een van de problemen. Dat was los armoede op en je hebt je duurzaamheid. Dat is echt... En daar is echt een verband tussen. Dat is geen twijfel over mogelijk. Gaan wij ooit de armoede oplossen in zijn totaliteit wereldwijd? Ik denk het niet. Maar wat er wel gebeurt, is dat op dit moment, en dat heeft in mijn beleving, en dat vind ik echt dramatisch als ik naar mijn eigen achtergrond kijk, want ik ben er in het geheel niet van, die individuele samenleving maakt wel dat armoede immens groeit en dat daardoor we in dit soort problemen, dat
collectieve gedachtegoed. Ik kom echt nog uit een tijd dat je collectief voor elkaar zorgde, zoals jij het net aangeeft, in Turkse gemeenschappen. Dat is voor mij echt een heel erg groot punt. En daar is de overheid, is echt pertinent, een van de grootste schuldenaars die ervoor zorgt dat die individualisering zo hard is gegaan. En daar zullen we echt serieus weer heel hard voor moeten knokken om dat weer terug te brengen en naar het collectief. Het verschil tussen arm en rijk zullen we altijd houden. Maar echte armoede onder die grens, het is schandalig om dat met elkaar te kunnen zeggen op dit moment en te moeten zeggen in een westerse samenleving. Dat is onbegrijpelijk. En dat hoeft in mijn beleving echt niet. En dat wordt dus echt veroorzaakt, ja. Daar kunnen we vanaf. Ja, ik denk, kijk, als je naar het expertisegebied schulden kijkt, dan zie je dat dat absoluut gewoon wordt veroorzaakt. Ik had hier net, daarom was ik even weg, een gesprekje over de energierekening. Die gaat voor heel veel huishoudens tot tussen de 200 en 300 euro omhoog volgend jaar. Waardoor steeds meer huishoudens net over dat randje geduwd worden. De woonlasten met 24% afgelopen jaar omhoog gegaan. En de zorgverzekering is enorm gestegen. En je ziet dus eigenlijk, hey, je had het net over eigen risico. Zo van, nou, dat doen we om je bewust te maken van het feit dat zorg geld kost. Ja, dat is natuurlijk super krom, hè? En wat je dus nu ziet is dat bijvoorbeeld van de landelijke klimaatambities die vanuit duurzaamheidsperspectief misschien heel erg goed zijn, dan zie je dat de rekening dus voor een deel verschoven wordt naar mensen die daardoor over het randje vallen. Ik merk dat voor deze doelgroep te weinig oog is als het om beleidsmakers gaat in Den Haag. En dat betekent dat we elke keer weer moeten illustreren. Dat betekent ook elke keer voor ons dat niet ik dat moet zeggen, maar wat wij steeds zoeken in onze achterban is iemand die het lef heeft om te laten zien wat er bij hem of haar aan de hand is. En dat is iedere keer wel heel moeilijk zoeken, maar dat is ook wel in netwerken zoals deze en de armoedeplatforms. Zonder gezicht kunnen we het verhaal ook helemaal niet overbrengen. Mijn kleine oproep zou ook dat zijn. Maar tegelijkertijd de toevoeging dat schulden zeker worden veroorzaakt. En daarmee ook een groot probleem als het om het hele armoedeprobleem is. Ik kan dit volgende boek niet aanraden. Het is een beetje specialistisch. Jozef Stiglitz schreef een boek over de price of inequality. En dat is het grote probleem van schulden en armoede, lijkt me ook. Ooit zei Jan Penner, als ik het goed heb herinnerd, het is al 14 jaar geleden ik student was, dat er was aangeraden om een inkomensverdeling van 1 op 5 te hebben. Dus stel dat je in een basisinkomen leeft van 20.000, dat is wel een hoge kant, dan verdient iemand anders maximaal een ton. Bona mag best zijn miljonair blijven, Madonna ook wel. Maar dan heb je het over dat je misschien 5 miljoen euro vrijlaat en de rest gaat gewoon keurig naar de fiscus. En als we wat meer belasting betalen, zeg ik, dan kunnen we geweldige verzorgingsstaten organiseren. En dan is er ook plaats voor mensen die een ernstige ziekte hebben, die misschien 8 ton per jaar kost aan hun pillen. En dan kunnen we gewoon opbrengen. We verdienen Nederland met z'n allen nu 733 miljard euro rekening per persoon. Beste Alexander, gaan we hiermee door, denk jij? Ik vermoed dat hier nog wel een paar sessies nakomen, Hans. Ja, ik vermoed een stuk of 4, want zo staat het in de planning voor dit jaar. Dus als jullie daar weer bij willen aanwezig zijn, graag. En je kan natuurlijk even een applaus geven voor Alexander bijvoorbeeld. Voor Tjeerd. Voor Sarah, voor Ellen en voor Marco. En we zien jullie terug en daarachter staat het al open en dan zie ik lege glazen, maar ik denk dat ze er toch wel voor iets voor willen inschenken. Dus ga jullie gaan en praat nog lekker door met elkaar.